Google is met deze caravan bezig met de Tour door Nederland. Doet ook onze campus aan om mensen, in dit geval onze studenten, onze medewerkers, alert te maken op allerhande gegevens die wij met onze smartphone, onze iPad en andere devices verstrekken. En daarmee een privacybewustzijn te creëren. Nou, we trekken het hele land door. We gaan ook naar markten waar we mensen die lekker aan het shoppen zijn zullen zien. Maar we vinden het ook belangrijk om meer in aanraking te komen met jongeren. En ook juist met studenten die misschien wel wat meer specifieke kennis van het onderwerp hebben. En die ons soms nog wel wat lastige vragen te kunnen stellen. Privacy gaat eigenlijk over het gebruik van uw en mijn persoonsgegevens. Die laten we overal en nergens na. En doordat we in toenemende mate die gegevens kunnen combineren, kunnen we ook steeds meer met objectgegevens mensen in beeld krijgen. En wij doen onder meer op deze universiteit onderzoek over de vraag, wanneer is nu eigenlijk de privacy in het geding? Wanneer is er sprake van het gebruik van persoonsgegevens in een wereld die steeds verder digitaliseert? Yeah, I did my privacy check in my phone and it wasn't good. I had to do some ticks and it was not the way I wanted to. So it was good only because of that. It was good enough. It was an unbelievable experience to have some insight of the legal head of Google in the Netherlands and with the rector too, to have some input in what the university is doing in terms of privacy and what's happening and the future of privacy too. Ja, de digitalisering is van ontzettend groot belang voor onze universiteit, omdat wij als universiteit, waar Understanding Society het motto van is, mede vorm gaan geven aan wat wij de digitale samenleving noemen. En in die digitale samenleving is privacy belangrijk. Want denk maar eens aan het uitwisselen van hele grote hoeveelheden gegevens met elkaar. Dan wil je natuurlijk dat die gegevens niet je privacy in het gedrang brengen. En dat is waarom we dat heel belangrijk vinden. Wij doen ontzettend veel onderzoek aan privacy in relatie tot databeheer bijvoorbeeld. We hebben een instituut, TILT, waar het samenbrengen van technologie en de maatschappij en op het gebied van de rechten heel belangrijk is. Dus daar wordt al aan wetgeving gewerkt rond dit soort issues. Maar we hebben daarnaast ook activiteiten bijvoorbeeld bij onze sociologiefaculteit TSB. Waar de gedragswetenschappen steeds vaker onderzoek doen, ook aan mensen. En dus gegevens van mensen verzamelen, digitale gegevens. En dan krijg je natuurlijk weer dat vraagstuk, hoe sla je die op? Van wie zijn die gegevens? Hoe waarborg je de privacy van die gegevens? Dus dat zijn twee voorbeelden van onderzoek dat wij hier in Tilburg verrichten en van groot belang is. Deze universiteit zet hele belangrijke stappen op het terrein van data science. Het combineren van grootschalige datasets voor marketing. En hoe ver kun je eigenlijk met marketing gaan, met slimme data-analyse, om heel nauwkeurig op de persoon zijn gedrag niet alleen in beeld te brengen, maar ook haar gedrag te sturen. En in dat opzicht eigenlijk ook onze samenleving te sturen. Dus data, het gebruik van data, is een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. En daarmee komt het terug in heel veel disciplines en onderzoek van onze faculteiten. Economie, recht, bestuurskunde, psychologie. Het vormt een wezenlijk onderdeel van het onderzoek op onze campus.